iedereen, welkom weer bij een nieuw Farming Simulator filmpje. Zoals je weet gaan we vandaag hout doen en daarom wandel ik nu rustig naar het bos toe. Het kan zijn dat je me niet helemaal goed ontverstaan, want er staat hier een ventilator achter mij kabaal te maken. Omdat het zo heet is, maar in ieder geval kijk. Ik heb boskamp al gevonden, ik ben al eerder geweest. Ik zal het eens vertellen. Wat bleek nou? Dat is ook de reden waarom deze boom hier ligt. Ik heb ik heb geprobeerd met dit ding een video te maken. De video is compleet mislukt, want die grijptang kan niet dicht. Dus zoals je ziet dan is de video compleet mislukt. Dus ik ga hem nu een beetje proberen in te klappen. En wij gaan het doen met de voorlader met de tractor. En die past ook als het goed is achter deze tractor onze voorlader. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga eerst de trailer anders neerzetten. Want zo kunnen we er helemaal niks in zetten. Dus even weer inklappen, jongen. Oh, dat is iets te ver. X. En dan doen we deze. Volgens mij, ik hoor niks. Misschien jullie wel hoor, maar... Ah, dat ding van mij. Dit is niet zo goed, geloof ik. Zo. Oh. En dan zal ik even... beter... plekje parkeren. En dan gaan wij met... even kijken hoor. Er zit daar een strook ergens, ja. Klopt. Hoe ga ik dit nou? In ieder geval, wij gaan dat doen met dit ding. En ja, ik hoop het vast. En dan gaan we de band zo inladen. Dus dan ga ik dat ding even opladen en dan probeer ik het meteen te parkeren. Dus dan zie ik jullie zo. Zo, hallo iedereen. Hallo iedereen. In ieder geval, ik heb de eerste alvast te pakken gekregen. Even openen. En die ligt erin. Dat was een beetje te kort, laten we maar zeggen. Nou, eigenlijk was hij wel perfect de lengte. Ik dacht dat hij te kort was. Maar... even aannemen of dat gaat. Nee, we kunnen hem niet aannemen. Dan haak ik hem vanuit de grond. In ieder geval, we gaan de rest van de boom nu oppakken. Ja, ik denk dat het beter werkt om hem eerst op te pakken en erin te leggen en dan op maat te zagen. Laten we de rest staan voor liggen. Want ik denk niet echt dat er nog heel veel overblijft. Maar ja, ik wil een soort van aan het einde van deze episode die trailer vol hebben. Een soort van. Niet oftewel. Maar ja. Het hoeft natuurlijk niet perfect, maar... ja, ik denk dat hij wel iets korter zal doen. Dat ligt bij mij. Ik denk dat als ik hem hier zo doorga... Heb die kijk mij dan.
ik vind het hoog genoeg. Ja, ik kan proberen of ik hem hier ook mee kan aansluiten. Dat zou eigenlijk wel fijn zijn. Ik kan het proberen, maar... Zo, we moesten het gewichtblokje er blijkbaar afhalen. Dus ik dacht, we gaan dan gewoon de boom erin. Kijk, dat wil je gewoon even zo kleuren. En zo. En dan valt hij vanzelf op je tractor. Goed. Even ontleden. Nou, zoals je ziet, ik heb het er maar eruit geknipt, want deze boom wou niet doorgezaagd worden. Ja, het ziet er niet uit. Oh, wacht, het gaat niet helemaal goed, geloof ik. Hij wou er niet helemaal uit. Dit is alleen nog wel irritant. Dus het kan zijn dat ik het misschien, ja, kan beter gaan versnellen, denk ik, want... Als je maar iedere keer zo 30.000 keer keren, ik denk dat ik helemaal duizend kan iets lager. Zo. Dat is al een stuk beter. Zeg het zelf. Goed. Ah, daar is de rest van de boom gebleven. En dan doe ik deze nog even. Ik weet niet veel naar me te kijken hoe iedereen iemand die de hele tijd over dat hij haar rijdt. Dat bedoel ik. Dus ja. Ik wil het even versnellen. Hopelijk rijd ik dan niet tegen te veel dingen aan. Dus hopelijk rijd ik dan nergens tegenaan. Dus dan ga ik proberen om nergens tegenaan te rijden.
Dat zal denk ik ook wel weer meevallen. En ja, het zal de stroomknoop op. Mijn vak zag deze nog om en daarna zullen we het zien. Oké, nou, ik ga het zien. Ik ga even de voorlader een leuk plekje geven. Ik vind die in het bos wel leuk. Ja, nou, dat hoef ik er nou niet best uit te knippen, want het is hier een hoek. Dus we gaan even een stukje terrein rijden, want ik ga rond te rijden. Of niet op ben al, maar. En dan zetten we hem wel. Oh, hier staat hij. Prima. En zo. Zo. En zoals je is opgevallen, we hebben de Nieuwe Holland gebruikt. Hij past ook op deze, dus dat heb ik net aan. Ben ik vanochtend achtergekomen in een andere chauffeur. Maar je kunt ook de maaidoos, als je ook verschillende. Hoe heet die dingen? Maaiers geven. Alleen wel een keer leuk om te doen. Een beetje zo'n kleine. Machine gewoon de grootste maaier kan geven. Zo, deze aan de voorkant. En aan het werk. Even achteruit rijden. Oh, het staat nog scheef natuurlijk, dat. Of niet? Nee, dat staat niet scheef, Leon. Dit ding staat gewoon scheef omdat ik er zo vaak tegenaan ben gereden. Want die koppeling, die kun je namelijk ook gewoon bewegen. Ik dacht dat die nog scheef stond. Maar dat ga ik nu niet doen, want het is denk ik lastig om te krijgen. Goed, we gaan de boel vergrendelen als het ware. Dus hoe deed ik dat ook weer? Zo. En dan. Jee. En dan. K. En dan gaan we gewoon. Zo. Oh. Even de stempels inklappen. Ik hoop dat alles erop blijft liggen als we wegrijden.
Maar ik denk niet echt dat ik wat ga zoeken. Ja, het ziet er wel naar uit alsof... Oh, Steenberg. Het blijft liggen. Ik laat de tractor hier even naar beneden rollen. Het zou daar mee naar voren moeten vallen dan achteren, maar je weet het niet. We moeten direct ook weer naar boven, dus ja. Dat is de vraag. Gaat alles erin blijven zitten? En daarom ga ik hem eventjes de buitencamera doen. Liefst zo groot mogelijk. En wij gaan naar die berg op. Wat dat goed. Oh, vergeten. Hij is sterk genoeg, mensen. Kijk, hij is sterk genoeg. Onze tractor is sterk, is niet sterk genoeg. Oké, ik ga weer hamer halen. Zo, dat blijft hier weer staan. Zie jullie zo aan de andere kant bij de werkplaats. Hier als het ware waar ik moet trekken. Dus, tot zo. Zee. Nou, zoals je ziet, ik ben aangekomen. Met de andere tractor natuurlijk. En wij gaan kijken of we dit kunnen verkopen. Wow, dit is best veel geld waard. Dat is nou zo ontzettend flauw. Ga je zetten geven. Ja. Dat is nou flauw. Oh, ik snap hem al. Dan kan ik meteen deze tractor er weer aan koppelen. Dit stukje moet ik wel even uitleggen. Dat komt omdat deze in de weg zit. Haha. Dan brengen we deze terug naar het bos, de andere tractor kan terugbrengen naar schuur. Direct. Maar in ieder geval gaan we deze eerst even naar de bos. Ik zal deze even naar de bos brengen. Dus dan zie ik hem daar zo. Zo, nou, hier zijn we dan. Nou, hier ben ik dan. In ieder geval, ik vond het mooi met de boom te werken. De volgende keer gaan we met deze machines in de gang. Gaan we een nieuw boompje sinds hij is wel leuk om te doen, denk ik. En natuurlijk, ja, ik weet niet of we deze nog een keer gaan gebruiken. Maar in ieder geval een functionele 2017 of een vervanger die daar dan voor is. Zullen we in ieder geval wel vaak gaan gebruiken. Want ja, ik wil op deze kaart, ik denk dat we, ik kan niet beloven dat we het nog een keer gaan doen. Want ik wil de volgende keer wil ik het houden voor snipperen. En ik weet niet of we het daarna nog een keer gaan doen. Dus... ja, het is in ieder geval een mooie machine. Hij kan niet dicht, nou ja, jammer dan. Boeien, was best makkelijk met dat ding. Ik heb veel geld opgeleverd. Dus gaan we de volgende keer, want ik ga weer even wat niet filmen. Een paar stukjes. Wat is dit eigenlijk? De schuilplaats. Kun je foto's kijken. Leuk. Goed. Wat was het? Oh ja, de... ja, ik zal dat gewoon doen. Dus de volgende keer gaan we dat 7 schakelen of haksen, weet ik wat noemen. Maar in ieder geval, dan zie ik jullie dan weer. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!